Hallo. Hallo. Hey. Dat is Rogi. Ja, superfarm. Ik weet het maar, want ik zie dat van toen niet gezien. Echt wel? Ja, je hebt hem ziek genomen, ja. Ah, dat hij was in toen. Bon, je vais aller au boxe, parce que... Ok. D'abord, passez encore une goutte. Ciao, hein. Ciao. Thank you.
kampioen. Benoît Zalink komt hier zo meteen naar boven gereden. Krijgen we na de Nederlandse overheersing en de Belgische overwinning nu ook een Fransman op de erelijst van deze de Tonne Beach Endurance. Heel de tijd heeft hij het wedstrijd. Hij was zonder twijfel een van de sterkste mannen in de wedstrijd, Benoît Zalink. En dan is het uitkijken wie ook nog uit die bocht komt. We hadden Robin Bloemel. We zitten nog niet baal, hè? En dit is inderdaad de Robin Bloemel die basis voor het nummer 306, Emil Vermeulen. Want deze man hadden we ook op het podium verwacht met het nummer 2, Bram Immink, gewezen winnaar. Op 4. Begin dit jaar was hij ook al heel sterk in Krokke Heijs in de race die we daar te zien hebben. Benoît Zalink dus. De Franse winnaar op de erelijst van de Panne Beach Endurance. Samen met onder Robin Bloemel en de jonge Belg Emil Vermeulen. Morgen zijn straks met z'n drieën op het podium die hier al aangekomen zijn. We zien de cameraploeg van Fok vandaag. En de favorieten die dan een beetje naar elkaar zaten te kijken, want ik ga er niet achteraan, doe jij het maar. Ja, klopt. En ik heb het wel een paar keer geprobeerd in het team met jou. Ik ben met z'n tweeën weg in het team, we zitten er nog. Maar het ging bijzonder snel in deze wedstrijd. Van bij de start al was er een lichte wind in de rug. Heel veel wind stond er niet, maar het ging snoeihard, een echte blitstart. En hier komt de tweede vrouw over de aankomst. Dat is Pauline Rooijakkers. Quand on devait sortir, on avait toujours laissé un trou et je savais pas. Mais bon. Oui, donc vous êtes qu'un Néerlandais. Ah ja. Moest nog naar Hof. Wat je laat niet. Heel goed. Zou je Ja, vastje plat, vastje plat. Vastje. Wat is drie keer hier ook, ja, ben daar ook. En we zijn ook. Zou je daar staan? Ik ben het zwaar in de wind. Pas dan al een beetje, ja. Het is ook veel. En dan ben je over. En dan ben je over. Oh, dat goed. Hoe maar, hier staat ook. Ja. Dat is hier, ja. Ik zou hier, joh. Ja, ik zou een bende van. Voor een voorpast, wat past er voor je regels? Het is maar één hunter. De 6 en 10 op mijn bedden. Oh, fijn. Dominique. Dat is pizza. Oh, kan je dan hier zand uitleggen? Ja. En laat je dat binnen misschien? Kan. En de start? Ai, 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 ai. Laat je dat binnen de start? Gewoon een koersfeit. Het zand? Het zand? Nou ja, en de start? Hoe is het? Nee. Zie je dat dan, Bokkie? Ik ben er wel even goed voor. Het zal toch goed zijn. Ik kan wel dat dan zijn. Dat was het. Maar pas met die roem. Wou je dat even? Ik ben 2 meter hoog voor de duw.
Alles oké? Ik weet niet. Denk rond 200, denk ik. Maar ik ben niet zeker. Dat was tof. Hoor je past? Thomas? Tevreden van je koers? Oh, van die... Je hebt het erin van de eerste keer. Ja, we gaan met de deuren, maar die wiel staat dan nog. Nee, ja, was de witte wiel. Dat is de wiel, vriendje. Nee, dat is goed. Maar dat is een persoon van ik ken dat. Ja, maar zo beter, hè? Was het niet te goed voor de kijken? Ja, alles oké? Okay? Nu is het goed, ja. Heb ik hier mijn gasten nog? Nee, die hebben de eerste. Daddy! Heb ik hier mijn gasten niet hier? En hij heeft die favorieten mee verrast. Dames en heren, uw applaus voor de derde plaats, Emiel Vermolen. Het geschenk uit handen van Anne Stijn, de schepen van sport, de kussen erbij. De bloemen van Miss Elegantie, dat is al wat. En dat doet hij met de glimlach, kijk eens aan. En de champagne er ook bij van de champagne van de pannen uit handen van de boer. Sint-Michiels Gestel is geëindigd. Robin Bloemel! Kipa, 16 enfants. Mesdames et messieurs, c'est pour la première fois, je pense, qu'on a un vainqueur francophone de la France ici à De Panne. Il était super sur le sable ici sur la plage. Mesdames et messieurs, vainqueur ici à De Panne aujourd'hui, le champion de la France, Benoît Danink. Félicitations Benoît, c'était super. Les favoris étaient surpris ici, les Hollandais, les Belges. Maar het is goed voor de sport dat ook een Fransman hier kan komen winnen. Kijk eens aan. Oh la 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 la. Pour Miss Elegance. En ook kussen en felicitaties van de Franse buren natuurlijk. De mensen uit Bredun. En de bloemen zijn voor de kinderen. Mesdames et messieurs. On va applaudir très fort pour le vainqueur en voor de tweede en de derde in deze 23e editie van de Panne Beach Endurance. Benoît Danink, Robin Bloemel en Emiel Vermolen. Allez la France wordt hier geroepen. Encore een foto juste devant le podium, s'il vous plaît, avec
Voilà. Les trois ensemble.